In deze special ga ik samen met regisseur en vriend Diederik een poging wagen om de hoogste berg van de Alpen te beklimmen. De 4810 meter hoge Mont Blanc. En na een korte en onrustige nacht met weinig slaap is het direct aankleden, spullen pakken en de berghut verlaten. Enjoy the fucking ride, man. De volgende etappe zal zo'n 4 uur klimmen zijn, waarbij we meteen het meest gevaarlijke punt van de hele expeditie moeten passeren. Couloir du Goûter, the Death Corridor. De kans op ongevallen zijn daar het grootste, echt reëel. De hele nacht wakker gelegen, alleen maar gedacht aan deze passage. Ik merk dat iedereen echt in volle concentratie is. Je moet gewoon echt even heel goed opletten. Hey mannen, hier een klein stukje in mijn klauteren. Daar komt het couloir. Het couloir pikkel in de linkerhand. We gaan heel goed doorlopen zonder te rennen. Zodat we wel stabiel zijn zonder te vallen. Mm-hmm. En we stoppen pas als ik het zeg. Ja, als je begint te rennen, begin je achter me aan te rennen. Check. Oké, okay, let's go. Het is hem, hè? Daar gaan we. Voor. De passage van nog geen 50 meter voelt oneindig. Maar ik moet me blijven focussen en het tempo van Jelle aanhouden. En met nog enkele stappen te gaan, valt er een last van mijn schouders. We hebben de overkant veilig gehaald. Even op adem komen, steek je pikkel maar weg. Zo lang. Along the park. Hier over nagedacht. Hier aan gedacht. Ik weet hoe gevaarlijk dit kan zijn. Oh, zo lekker dat dit er aan je op zit. Oké. Okay. Lekker tempo. Lekker wat. Wordt licht. Stijl, hè? Het scheelt zo dat je opeens zicht hebt. Het enige wat je ziet is die schaduw van die berg die wij nu aan het bedwingen zijn. Kom maar. En daardoor is deze steile bergkam met aan beide zijden 1000 meter afgrond ineens prima te doen. Maar wellicht is dit een gevalletje stilte voor de storm. Ja. Want de zwaarste beklimming moet nog komen. We houden een korte pauze voordat we die laatste etappe ingaan. En dat betekent... Even opwarmen. We drinken, tweede ontbijtje, koffietje. En een extra laag kleding aan vanwege de kou op extreme hoogte. Oké, maat. Ja. Laat even beginnen. Op deze hoogte bevat de lucht nog maar 60% van de zuurstof die je normaal op zeeniveau hebt. En rond de top zal dit nog maar 50% zijn. Dit, in combinatie met de fysieke inspanning, maakt dat ik soms letterlijk moet happen naar lucht. We zitten nu zo'n beetje op dezelfde hoogte als de Gran Paradiso. Dus vanaf hier gaan we de hoogte wel opmerken. Je merkt ook dat je snel gaat hyperventileren. En moeilijk praten. Gaat heel goed, mannen. We hebben uurtje gelopen 400 hoogtemeters gemaakt. Dat is echt top. 400 hoogtemeters in 1 uur. Ondanks deze oppepper lijkt het einde soms juist steeds verder weg te raken. Want na elke overwonnen passage volgt er weer een nieuwe steile helling die getrotseerd moet worden. En dat maakt niet alleen fysiek een hoop bij me los. Ondanks het afzien, ik heb gewoon twee mensen in mijn hoofd.
die we dit jaar zijn verloren. En ik, als ik het zwaar heb, dan denk ik gewoon van ja, fuck it. Ik zal even die top voor jullie halen. Blijkt een gekker. Die hadden het zo tof gevonden dat wij die deden. Ik kan niet meer tegen ze vertellen dat ik het eventueel ga halen. Maar ik ga er voor het laatste stukje nog. Weg en dan moet je weer het herpakken. Fysiek echt heel zwaar. Mijn benen, ik kan er bijna niet meer op staan. Ik val echt heel vaak zo. Woe, heb ik van die wegzakkers. Beetje duizelig. Oh, alsof ik flauw val. Maar dit is echt het allerlaatste stukje. Na maanden van zware voorbereidingen met veel afzien op zowel mentaal als fysiek vlak, kunnen we niet meer hoger dan dit. Het absolute hoogtepunt is bereikt. Ja, wat zal het zijn, hè? Hey. Holy fuck, Ronnie. Hoi, mannen. Holy fuck, ja, maat. Afzien. Ik wil het helemaal niet, maar ja. Wat een vibe, ik. Lekker, man. Ja, hier is het. Echt fucking vet, man. De dag van de Alpen. Hoger kom je niet dan dit. Waar ga je in, man? Staan er gewoon. Dit is onderaan niet kunnen doen. Ah, fuck. We hebben ook high five. Ja, jongens. Echt bedankt, hé. Ik had nooit zonder jullie gekund. Lekker, man. Ik kan echt niet meer gewoon. You can! Guys, my dear! Laat die droom maar neerstorten, hè? Waarom moet je persen naar de top? Nou, hij is wel lekker. Ja, ik snap het nu wel. Jezus, wat heb ik hier vanaf moeten zien? Hey. Hey, jongens. Mooi eindshotje. Goal team, money shot! Yeah.